4 ondernemingen hebben een memorandum of understanding getekend met het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme. Het gaat om de agro-coöperatie Redidotti en Pierre Condré, Noord Komowijnen Tourism, Suriname Candid Fruits en B4 Agro en Hanabero Stelers. Het doel van deze MOU is het ondersteunen van kleine en middelgrote ondernemingen. Volgens Ferdinand Welzijn, minister van HINT, worden deze bedrijven ondersteund om hun ontwikkelingsplannen verder uit te werken. Dit zal leiden tot hogere productie en innovatie. Verder zal het concurrentievermogen en marktaandeel van de lokale bedrijven vergroot worden. In het project worden 11 outgrowers van Pierre Condré en Redidotti ondersteund in het verhogen van hun productie en organische certificering om te kunnen voldoen aan de huidige vraag van de verwerker. Het andere project, dat is Noord Komowijnen Tourism Center. Hier gaat het om het rehabiliteren van het 24 kilometer fietspad langs de plantages aan de rechteroever van de Komowijnen rivier. En dat pad begint bij plantage Rustenwerk en eindigt op plantage Bakkie. Met als doel het verhogen van het aantal toeristen die in het gebied bezoeken door connectiviteit te creëren. Wat wij doen is we trainen mensen. We trainen mensen om te werken met die hydroponic systeem die we hebben ontwikkeld. En nu zijn we aan de vooravond om de volgende stap te maken, namelijk richting export te gaan, behalve de lokale markt te voorzien. En dit project van IFS is denk ik een geweldige kans, ook juist voor ons en voor onze outgrowers, om die volgende stap te gaan maken. Om nu met die gele papers, de gele ajumas met name, gaan we voor, een trainingscentrum op te zetten, een nursery op te zetten, een packing en sorting faciliteit op te zetten. En daarnaast, een groot deel van de fonds die we hebben aangevraagd, gaat rechtstreeks naar de outgrowers in de vorm van incentives. Dus zo gaan we nog meer mensen stimuleren om met onze systemen te telen. En dan krijgen we dus nog veel meer telers om die productie kwaliteit en kwantiteit te gaan halen op die gele pepers. En dat was Ravindram Nandanlal, directeur van B4 Agro en Hanabero Stelers. Hij sprak vanmorgen bij de ondertekening van een Memorandum of Understanding tussen 4 bedrijven en het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme. De ondertekening vond plaats in de vergaderzaal van het ministerie van HINT.